Het QLAP Rotterdam is erop gericht om professioneel te experimenteren en te innoveren. Iedere politiecollega kan een idee of probleem indienen om het werk beter, leuker of makkelijker te maken. Het Q-Lab is een klein team, daarom kiezen we in een vroeg stadium welke ideeën of problemen worden opgepakt, zodat we als eenheid kunnen investeren in wat het meest haalbaar en waardevol is. Als je ingediende idee wordt gekozen, Bijvoorbeeld op het gebied van inclusiviteit of digitale criminaliteit, innoveren we samen met jou en ontzorgen wij jou door onze kennis en expertise in te zetten. Het innovatieproces bestaat uit vier fases. In de researchfase vormen we een goed beeld van het probleem. Daarna kiezen we een oplossing en gaan we onderzoeken of die oplossing voldoende waarde toevoegt. In de proof of concept fase wordt een eerste versie ontwikkeld en in het klein getest. Een oplossing kan ook een sociale innovatie zijn, bijvoorbeeld een nieuwe manier van werken. In de pilotfase wordt niet alleen gekeken of de techniek werkt of dat de sociale innovatie effectief lijkt, maar wordt ook gekeken naar het gebruik, de wensen van de gebruikers en het effect ervan. Hierna beslissen we om aanpassingen te doen en opnieuw te testen of te evalueren. In de eindevaluatie geven we onderbouwd advies een experiment wel of niet op te schalen. Deze aanbeveling wordt gedaan aan de portefeuillehouder. Dus zie jij een kans of een probleem en wil je professionele begeleiding van het Q-Lab? Neem dan contact op met onze innovatiemakelaar en wij helpen je verder.